Ik heb dit nog nooit gehoord, echt nee, waar. Nee, het is belachelijk. Ik schrijf nu 16 jaar over cafés. Ja. Dit verhaal heb ik nog nooit gehoord. Nee, het is echt te belachelijk voor woorden. Ja. Ja, het Bruine Café willen ze niet meer, omdat ze dus vinden dat dit soort cafés, inclusief de gokkasten, verkeerd publiek aantrekken. Dus eigenlijk willen ze ander publiek. Patricia heeft de deuren gesloten van haar Bruine Café, omdat Woonstad een ander soort horecazaak in het pand wilde hebben. Café Gardesia is niet het enige Bruine Café wat de deuren sluit. In de hele stad worden ze schaars. Ik was hier voor een gezellige sfeer, waaraan biljarten. Klopt. Alles was in orde. Alles was in orde, ja. Joris is schrijver van boeken over cafés in Rotterdam en hij heeft een grote liefde voor het Bruine Café. Het was altijd heerlijk en rustig en ja, een goede sfeer. Bruine Café mag eigenlijk gewoon nooit niet verdwijnen uit deze samenleving. Het is een verlengde van je huiskamer. Het is sociale controle wat je weghaalt bij de mensen. Ja, het is een bepaalde sfeer die je moet handhaven. Gewoon de huiskamer. Wat is beter dan een huiskamer waar je je lekker voelt? Kom jij nou wel eens in de Bruine Kroeg of het Bruine Café of niet? Ja, af en toe dan deden we dat wel eens. Gewoon met een vriendengroep. We gingen even naar een cafeetje toe en dan meestal wel het Bruine Café, ja. En waarom koos je dan voor het Bruine Café? De sfeer. Het is niet dat opgeblazen hoenpapa. En waarom denk je dat het een beetje aan het uitsterven is? Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik weet niet. Misschien een beetje modernisering. Het is gewoon... ik ben niet echt een bierdrinker. Ik heb mijn vrienden, die doen andere dingen. Ja, het is gewoon een ander type mens dan ik, denk ik. Het is eigenlijk een beetje gedateerd misschien voor jouw generatie. Ja, voor mijn generatie wel. De Bruine Cafés verdwijnen, maar er komen soms ook nog Bruine Cafés bij. Voordat de coronacrisis begon, namen wij een kijkje bij het toen gloednieuwe bar Benthuis. Goedemiddag Joris, denk op dopsapje. Hoe is het? Ja, goed. Lang niet zien, jongen. Ja, ja. Ik heb gekozen voor een Bruine Café interieur omdat ik zelf heel graag van naar Bruine Kroegen ga. Nou, ik hou van gezelligheid, van kletsen met mensen, ik hou van goede biertjes drinken. Ja, nog allerlei andere dingen wat je in een Bruin Café doet. Het is heel leuk, het is jouw stijl, die verlichting vind ik leuk. Ik vind dank je. De ruimte, ja, fris. Ja. Fris. Ik noem dit een trendy zaak, dat zie je aan alles. Ik noem het geen Bruin Café, absoluut niet. Dit is trendy. De Bruine Cafés die er zijn, die hebben een kwakkelend bestaan. En gewoon de leuke cafés of de moderne cafés, ja, die zijn wel in opkomst. En of het wordt een hipster tent of het wordt een modern café. En ik hoop dat ik een modern Bruin Café hier heb neergezet. In een stad die steeds hipper en hipper wordt, lijkt aan het ouderwetse Bruine Café niet meer zoveel behoefte te zijn. Dat is een hele andere tijdgeest. Je krijgt steeds meer juppen die wat moderner willen, moderne muziek. En heel veel sterven ook uit. Oude lieden gaan dood. Nou, ik denk juist dat er wel publiek is voor de Bruine Kroeg. En zeker onder de jongeren. Want wat ik dus ervaren heb hier, is dat ik dus steeds meer jongeren binnenkreeg. Die dus wel die ervaring van de Bruine Kroeg heel erg prettig vinden. Ik vind een mooie zaak ook prima. Maar daar word je vaak niet meer als mens behandeld, maar meer als, als klant. Weet je? Bij mij ben je gast en daar ben je klant. En dat zit een heel groot verschil in.